Jaarlijks pompen we in Nederland een slordige 160 miljard kilogram CO2 de lucht in. Nou, dat vinden ze in Den Haag iets wat aan de hoge kant. En daarom heeft het kabinet besloten dat in 2030 de CO2-uitstoot gehalveerd moet zijn. Maar om dat te kunnen realiseren moeten er eerst per maand 14.000 woningen verduurzaamd worden. Nou, en deze gevelelementenfabriek achter mij heeft BAM een manier gevonden om dat mogelijk te maken. Nou, Edward, in deze fabriek maak jij een samenwerking met BAM gevelelementen. Vertel me eens, wat zijn dat precies, gevelelementen? Gevelelementen, compleet element, geïsoleerd met nieuwe kozijnen erin, trippelglas en met steenstrips. En die gaan naar de bestaande woningen, zodat we de woningen energie neutraal kunnen maken. Nou, dit is de basis van het element. Compleet geïsoleerd met een damprempende folie erop. En dit is eigenlijk een van de beginstappen van het proces. Maar hoe kom je nu aan de juiste maten? De juiste maten die worden digitaal ingemeten op de bouw. En die worden uiteindelijk naar onze werkvoorbereiding gestuurd, zodat we het totale productieproces kunnen aansturen. Oké. Maar hij is nu nog een beetje kaal, hè? Zo komt hij uiteindelijk niet aan de woning te hangen, neem ik aan. Nee, klopt. Er komen nog complete platen aan met steenstrips. En die worden geplaatst door een robot. Door een robot? Ja, we hebben samen met BAM een robot aangeschaft. Hoeveel kun je nu produceren op een dag? We kunnen 16 elementen per dag produceren in een dagshift. En we kunnen opschalen naar 32 elementen in ploegendienst. Ongeveer een 1500 woningen op jaarbasis. Ja. En dan liggen die steenstrips erop en dan heb je eigenlijk het eindproduct. Klopt. Ik zal het je wel even laten zien. Ja. Ziet er strak uit. Ja, dit ziet er heel strak uit. Dus zo komt hij eruit te zien, joh. Ja, dat is het complete element. Ja. Net echt, hè, die stenen. Ja, het is niet van echt te onderscheiden. Het is, lijkt net metselwerk. En hoe hang je hem nou uiteindelijk op, hè, Edward? We hebben hier een speciaal systeem voor ontwikkeld. Samen met de BAM. Elementen zijn super licht, waardoor we het element in één keer zo aan de gevel van de woning kunnen hangen. We kunnen 3 woningen per dag isoleren en de bewoner die merkt ook heel snel dat er geen kou meer is, geen tocht meer is in de woning. Dus die zijn daar super tevreden over. Die hoeven minder te stoken dus? Hoeven minder te stoken en daardoor ook veel minder CO2-uitstoot. Ja, ja. Het is opgelost eigenlijk. Geen stenen meer nodig. Mooi hoor.